Beste vrienden, coronatijd is ja, geen leuke tijd voor iedereen. Ja, er zijn uh, regels opgelegd en uh, dat geldt ook voor de reanimatie. Ja, reanimatie in coronatijden is eigenlijk geen pretje. Waarom? Je hebt eigenlijk twee soorten interventies. Je hebt een interventie waarbij dat het geweten is dat de patiënt corona heeft, het is ook zo. Iedere persoon die eindelijk bewusteloos is buiten het ziekenhuis, wordt geacht COVID-19 te hebben. Oké. Okay. Dat is hetgeen dat de richtlijnen zeggen. Stel nu, je bent eindelijk in de kazerne aanwezig en plots is er een oproep. Euh, bewusteloze persoon. Euh, COVID red. Dan heb je tijd eindelijk om eerst je vec pak aan te doen. Ja, vergeet niet. Twee paar handschoenen aanleggen. Twee paar handschoenen. Mondmaskertje. Bril. En eventueel zo een face shield. Dan ben je eigenlijk goed beschermd om COVID aan te gaan. Wat gaan we nu doen? We komen toe ter plaatse. Ja, we gaan natuurlijk kijken dat het veilig is voor ons. We hebben ambulancier A, ambulancier B. Ambulancier A gaat eigenlijk de benadering doen. Hij gaat eigenlijk zeggen, meneer, meneer, gaat het? Geen reactie. Vroeger, wat deden we? Vroeger kantelden we het hoofd. Ja? We deden de kinlift. Ja? En we keken, luisterden en voelden naar de borstkas. Of dat de borstkas omhoog ging. We voelden met onze kaak of dat er een luchtstroom uitkwam. En we luisterden met ons oor of dat er nu iets uitkomt. Wat gaan we nu doen? Nieuwe techniek. We gaan gewoon de hand op de borst plaatsen van de patiënt en we gaan gewoon voelen of dat dat op en neer gaat, oké? Okay. We doen dat ook tien seconden, zoals dat we anders doen. Ondertussen de collega is er aan het alarmeren, ja? Hij vraagt eigenlijk bijstand van de mug, want het is een reanimatie. En de collega gaat zo snel mogelijk eigenlijk de AED aanleggen, oké? Okay. Wat doet eigenlijk de collega die de Benadering gedaan heeft, die collega zal beginnen pompen. Op dat moment begeven we ons in een beetje een gevaarlijke situatie. Want wat gaat er gebeuren? Iedere keer dat we pompen, komt er eindelijk lucht uit de mond van de patiënt. Kunnen er daar partikeltjes uitkomen en hebben we kans om besmet te worden. Maar gelukkig hebben wij onze TIFIC-pak aan, ja. hebben wij ook ons masker. Ja, hebben we dubbel paar handschoenen, hebben we onze bruil en hebben we ook onze face shield? En zijn we volledig beschermd? Goed, eenmaal dat een AED klaar is, ja, zal er gekeken worden om een shock af te geven of geen shock. Op dat moment gaat eigenlijk de ambulancier dan aan de andere kant gaan zitten, eigenlijk aan de kant van het hoofd. Zal hij de beademingsballon klaarmaken met. Een HEPA-filter, niet vergeten. Je hebt een HEPA-filter, de gele, dat zijn voor de volwassenen. En dan heb je ook nog de groene, dat zijn er voor kinderen. We gaan dat aankoppelen tussen het masker en de beademingsballon, zodanig dat alle partikeltjes daar gaan in zitten. Dat ze niet losweg in de beademingsballon gaan rondvliegen. Ja? Eenmaal dat eigenlijk een shock afgeleverd is, of dat de toestaat zegt geen shock aanbevolen, we weten dat we zo snel moeten beginnen als mogelijk om te pompen. Maar hier gaan we toch proberen eerst het masker erop te plaatsen, op het gelaat van, het, van de patiënt. En een keer dat dat de lek dicht is, dat een andere ambulancier begint te pompen. Zo hebben we terug een risico minder. Goed, Dat is eigenlijk in de situatie gekende COVID-trit. Nu gaan we over naar de tweede situatie die mogelijk is. Jullie worden opgeroepen: ziekenvervoer, een dringend ziekenvervoer, straat X, nummer zoveel, in Dienestad. Oké. Okay. Je komt daartoe met de ziekenwagen met de gewone ambulancekledij: vest, een paar handschoenen en mondmasker. Oké. Okay. Je komt daartoe, je plaatst de wagen, je neemt je materiaal mee, je gaat naar boven. En de deur staat open en er staat daar een man. Ja, mijn vrouw is hier like, niet goed. De dokter is hier al weg. En, en ze moest te veel oesten. En, en ze was eigenlijk niet goed. De dokter zei dat, dat ze like, laag van saturatie was. Ik heb hier het briefje bij. Inderdaad, we zien dat briefje, lage saturatie. Persoon, ja, ja mogelijk covid. Oei. Ja, we gaan gaan kijken. En we zien die persoon eindelijk die aan het gaspen is. Gaspen. Dat is zoals een vis dat je uitaal uit het water. Een vis op het oog. Wat doet een vis zo? Dat is eigenlijk de laatste momenten van een doodstrijd dat je hersenen leveren. Op dat moment ja, kan dat zijn dat je eigenlijk geen pols hebt, dat het hart niet meer klopt. Oké. Okay? Dus dat wil zeggen, als je dat gaat zien, nadat je een check gedaan hebt van je, je pols. Of dat je gaat starten met de rea of niet. Hoe doen we dat nu? Hij komt daartoe, hij ziet die persoon daar haspen. De ambulanciers gaan dat eigenlijk direct herkennen. Er is één ambulancier die eigenlijk naar die patiënt gaat. We hebben nog geen covid-kledij aan. We zijn in de gewone uitrusting. De andere ambulancier blijft aan de deur. Een ambulancier komt erbij. Mevrouw, gaat het? Geen reactie. Hand op de borst. Voelen. Persoon doet niets, geen ademhaling en de persoon is aan het gaspen. Dus dat wil zeggen reanimatie. Waarom? Het hart klopt niet meer. Als het hart niet klopt, is er geen ademhaling, want die twee gaan samen. Als je nog die persoon ziet gaspen, zijn dat de laatste pogingen dat het lichaam onderneemt om te ademen, maar het gaat niets in en niets uit. Op dat moment draait je, zeg je tegen je collega, ga je alarmeren. De collega gaat vertrekken en de collega gaat eindelijk. Terwijl dat eigenlijk alarmeringen doet, gaat hij direct beginnen eigenlijk zijn kledij aan te trekken van COVID. Ik, ik blijf bij de patiënt. Ik heb op dat moment een risico. Wat ga ik nu doen om het risico zoveel mogelijk te vermijden? Dus ik heb al met een check gedaan. De alarmering is gebeurd. Normaal gezien gaan we nu zo snel mogelijk een AED aanleggen. Hoe rapperder dat je een AED aanlegt, kan het zijn dat je dan niet moet reanimeren doordat je eigenlijk een shock hebt kunnen geven en dat die patiënt terug voor zichzelf kan zorgen doordat het hart terugklopt. Dus we leggen de AED aan, op dat moment doen we niks anders, gewoon AED aan. Hè? Goed, de AED zegt bijvoorbeeld shock aanbevolen, opladen. Oké, okay, wij doen dat, wij letten op de veiligheid, wij geven een shock. Normaal gezien, als we een shock geven, moeten we beginnen pompen. Maar ik ben nog niet volledig beschermd. Eigenveiligheid eerst. Wat gaan we doen? Ik ga eerst eindelijk een masker plaatsen, masker met zak. Okay? Ik ga dat eindelijk aansluiten aan de zuurstoffles en ik ga dat plaatsen op de patiënt. Bovenop het masker met de zak ga ik een chirurgisch masker erop plaatsen, zodanig dat de, het grootste risico vermeden is voor mij. Eenmaal dat ik dat geplaatst heb, dan pas begin ik te pompen. Het gaat geen twee minuten zijn, waarom? Het toestel is reeds bezig. Achter is een shock. Twee minuten. Maar ik heb eerst moeten het masker aanleggen. Ja, met zak. En dan nog een keer het chirurgisch masker. Dus ik heb daar al wat tijd verloren. Goed. Ik ben bezig met pompen. Plots is er terug analyse. Mijn vriend, mijn collega is hier nog niet terug. Stel dat het op het vijfde, het zesde verdiep is van een appartement. Tegen dat hij beneden is. Tegen dat hij zijn kleren aan heeft. Ja, dat gaat toch langer duren of twee minuten? Van die cyclus. Dus het is terug analyse. Op dat moment moet ik goed opletten wat ik ga doen. Stel nu dat het toestel zegt geen shock aanbevolen. Dus dat wil zeggen onmiddellijk weer verder pompen. Geen probleem, ik pomp weer verder twee minuten. Maar stel dat het toestel zegt shock aanbevolen. Dan moet ik opletten. Waarom? Stel nu dat ik gewoon de shock geef, het masker zet erop. Wat komt er uit dat masker? Dus het is geen gesloten circuit. Die persoon is nog niet geïntubeerd. Gewoon een masker. De zuurstof dwarrelt overal rond. Als ik een shock geef, elektriek en zuurstof, dat zijn geen goede vrienden. Dat zou kunnen zijn dat ik plots in een andere gemeente ben. Heel de boel is ontploft. Dus op dat moment, wat doe je wanneer dat de toestand zegt: shock aanbevolen? Hij doet het chirurgisch masker weg, hij doet het mondmasker weg. Ja? En gezorgd zorgt dat de leidingen weg is. Zoals dat we altijd doen met een ballonklepmasker. We doen dat altijd weg als we gaan een shock geven. Nee? Dus we doen juist hetzelfde. Ja? De richtlijnen zeggen ook: je mag de zuurstoffles toedoen. Ja? Maar er is nog altijd wat zuurstof dat daar in de leidingen blijft en dat er nog een klein beetje. Dat gaat niet direct weg zijn, die zuurstof. Pakt geen risico. Doet dat masker af en het chirurgisch masker en leg dat achter u. De shock is gegeven. ...terug eigenlijk het masker erop zetten... ...zuurstoffles open... ...en een keer dat dat beveiligd is... moet je weer beginnen pompen. Eindelijk, je kameraad, is daar. En waar word gezien? Ben ik hier de hele tijd bezig? Ja, hij is daar, hij komt tot te lopen... ...dus het is nu aan hem. Hij gaat nu overnemen van mij... ...en ik ben weg, ik ga me nu gaan kleden. Ik ben nog besmet, maar ik ga mij toch gaan kleden... ...met een tyfijkpak, al de resten. Goed, de mug komt toe... ...ondertussen... Alles wordt gedaan en plots zegt een arts, goed, we gaan vertrekken naar het ziekenhuis. Oké, okay. we gaan vertrekken naar het ziekenhuis. Normaal gezien, wanneer dat er een mugploeg ter plaatse komt, ja, wettelijk gezien moet de mugploeg aan boord blijven van de ziekenwagen. Ja. Wordt dat altijd gedaan? Nee. Ja. Veel keren reed de verpleegkundige terug met de mugwagen en blijft de ambulancier in de ziekenwagen met de mugarts. Maar stel nu dat ze zeggen, hij moet terugrijden met de mugwagen, dat gebeurt bij sommige zware interventies, zouden ze dat kunnen vragen. Ja, ik heb mijn TIVIC-pak aan, dat besmet is. Ja, als ik zo in de wagen kruip, met heel die pak dat besmet is, ja, gaan ze die wagen heel te gans moeten ontsmetten van binnen. Dus gaan we iets doen. We gaan eindelijk die TIVIC-pak uitdoen. Ja, ons handschoenen gaan we uitdoen, ons numbril en zo verder. En we gaan dat in een plastic zak steken. Ja? En dat plastic zakje gaat meegaan mee gaan naar het ziekenhuis. We gaan dat plastic zakje daar niet achterlaten. Pas dan kruipen we in de mug en rijden we naar het ziekenhuis. We zijn niet meer prioritair op dat moment. Wij zijn uit het systeem. Dus dat wil zeggen, er is maar één ambulancier meer over, een verpleegkundige en een arts. Goed? Zij rijden naar de spoed. En wij rijden met de mug, zonder zwaailichten, gewoon op het gemak in het verkeer naar het ziekenhuis. Oké? Okay. Opgelet voor de ambulancier die rijdt met de ziekenwagen. Want dat wil zeggen, je komt toe in spoed, die patiënt moet eruit, maar je collega is er niet meer. Onmiddellijk de verpleegkundige, wij zeggen bij ons, bij zijn kraag vastnemen. En vragen van, wil je apen om de patiënt uit te laden? Want stel nu dat je het niet durft vragen, ja, of de patiënt is daar weg, plots gaat er een probleem zijn. Stel dat jij eigenlijk de patiënt laat vallen, zij hij verantwoordelijk voor die persoon. Okay? Dus opgelet met eventuele letsels. Zeker vragen aan de verpleegkunde, help jij om de patiënt uit te laden? Het belangrijkste is, wanneer dat de, patiënt, de brancard wordt uitgetrokken, dat de verpleegkunde de verste wielen eigenlijk zorgt dat ze eindelijk vergrendeld gaan. Anders kan de brancard naar beneden vallen. Goed, ondertussen de patiënt is in spoed en de tweede ambulanceier komt toe met de mug in het ziekenhuis. Oké? Okay. De ziekenwagen wordt daar geplaatst. Ze gaan ook moeten kijken voor de ziekenwagen toch wat te ontsmetten. Je kunt er niet van uit. Ja. Maar die ambulancier, Hij moet ook nog terugkeren naar de kazerne. Dus dat wil zeggen ja, dat hij terug een tv pak zou moeten aandoen. Ja. Hij gaat moeten in de ziekenwagen gaan, want de ziekenwagen is reeds vervuild. Okay. En wanneer dat hij dan terug is in uh, de kazerne, gaat hij ook moeten meehelpen om de ziekenwagen volledig te ontsmetten. Je kunt nu zeggen, ja, moet je hem terug een Tyvek-pak aandoen? Feitelijk wel. Feitelijk wel. He, want er zijn nog tal van ja, aerosoldeeltjes die daar eigenlijk blijven hangen zijn in die ziekenwagen. Ja. En met je gewone jas, gewoon maskerken is dat niet genoeg. Want je kunt een deeltje binnen hebben via je ogen en kunt je ook zo corona binnenkrijgen. Dus doe alsjeblieft het nodige... Denk na op interventies, zeker bij bewusteloze personen. Zorg dat je niet besmet raakt. Ja, en achteraf maak, maak dat de behandeling van je ziekenwagen, van je ontsmetting, dat dat picobello is. Denk aan de ploeg die achter u zal komen. Dat die personen ook geen, risico, geen extra risico krijgen. Oké, okay, de procedure van te ontsmetten, dat kennen jullie al allemaal. Maar dat zijn een beetje de belangrijkste zaken die je eigenlijk moet onthouden, ook van de corona. Dus onverwachte reanimatie, die aandachtspunten en een COVID-gekende red. Ik hoop dat jullie iets bijgeleerd hebben en ik hoop dat jullie ook deze zaken dan zullen toepassen zoals het hoort. Het allerbeste in deze coronatijd en tot nog eens. Ah. Ah, oh. Amai! Sterren is oud, hè? Amai, staat me in je rug. Mm -hmm. <laughs> oh, kijk, hoe? Oh. Ah ja, hé! Hey. Hé, hey. Last. Goed. Leuk? Uh, Vind je het nog leuk hier? Wij wel. Wij we, wel. Wij we, we zijn fysiek, hè? Ja. De, ja. dat, dat is dezelfde dat, dat mag. Dat mag niet. Amai, hoe? Het is nog niet gedaan, hè? Nee nee, nee? nee, nee, nee. Je kunt nog een uh, workshop volgen. En nog een tutorial? En je, En Zeg, het normale is toen op een moment dat ik nee mond op een gegeven heb. Oké, dan denk ik dat ik wel heel even een koffietje ga drinken. Ja, maar ik... Diana, ik kom